Kan ik het nog? Ja of nee? Mijn armen zijn al moe. Nee. Allee. Kom maar. Slijm is terug en niemand belt mij? Shame on you. Hallo, Slime Queen is calling back. Ik vind het een beetje cringe om mezelf zo te noemen. Voor de mensen die dit nog weten of de gouden slijm. Wauw. Mooie tijden. Zullen we die terugbrengen? Voor de OG's die hier nog steeds zijn, een dikke merci. Aan alle die nieuw zijn. Ik ben mijn huis aan het renoveren, want jullie gaan denken, wat de hel is deze achtergrond? Even deze korte live update en ik ben heel het verbouw- en renovatieproces aan het vloggen. Wink, zelfpromo. Dat gezegd hebben, we gaan slijm maken. Wat heb je daarvoor nodig van de action? Want we gaan even zien of ik nog slijm kan maken. Dit scheerschuim is wel ferm. Sorry, mijn humor is er niet op vooruit gegaan. Laten we dat al duidelijk stellen. Deze lenzenvloeistof. He disappeared just like poof. Where he at? Aha. Hallo. Je kunt ook de roze gebruiken. It's the same. 1 is 10 cent duurder. Dat weet ik wel. Deze lijm, die verkopen ze blijkbaar wel, maar die is vaak uitverkocht. Deze gaat het ook, maar die is wel pakje duurder. Laat me trouwens in de reacties weten of jij vroeger de squishy plus slijm video hebt gezien. Ik ben echt wel benieuwd. Let's go! Kan ik het nog? Ja of nee? We have some lovely noise. Kunnen wij slijm maken? Ja of nee? Okay. Dat kwam minder uit dan verwacht, maar... Hallo? Hoeveel scheerschuim wil je? Ja. Mengtijd. Sorry, ik was ook echt in het schermpje aan het kijken. Oh my god. Jamila gaat mij vermoorden. Ik was even vergeten dat ik mijn lenzenvloeistofsbiet nog moet vastpakken. Ik heb daar straks ook mijn vinger verbrand aan een pan, dus dat doe ik ook niet heel goed eigenlijk. Ik wil wel echt een grote slijm maken. Brother. Niet terug in mijn haar, hè. Dat heb ik ook al gehad. Allee, ekkeba. Allee, al die dingen vol. It's coming together. Oh, dat zou ik echt niet handig om dat zo op een tafel te doen, denk ik. Ik denk eigenlijk dat er meer lijm bij moet. Ja, hallo, zeg. Ik ga even deze doen. Hangt die ook echt zo vol? Zie mij sukkelen. Dat dan zeker plakt, hé. Net als al de rest van mijn huisgebied. Soms vraag ik me echt af wat ik met mijn leven doe. Hopelijk plakt dat slijmgebied genoeg dat we zo alles kunnen opkuisen. Oh, oh. Oh, nee. Moest ik de kleurstof er nu al bij doen of ze biedt? We krijgen wel echt al een bol slijm. Dit is trouwens fluffy slijm. Heb ik in een tijd ook niet heel veel gemaakt. Ik maakte meestal slijm met baking soda en lenzenvloeistof. Zonder scheerschuim. Maar deze slijm is ook wel leuker. Maar mijn armen zijn al moe. Oh mannetjes, I'm getting old. Oh mannetjes, armspieren. Mijn camera gaat uitvallen. Nee, ik kan nu geen batterij verwisselen. Nee. Nee. Please don't do that to me. Wacht. Nee. Allee. Kom maar. Oké. A few inches later. Oké, I'm back. Jade is back. Tell a friend. Ik ben ook wel echt benieuwd welke slijmvideo jullie het eerst van mij hebben gezien. Nou, ik ken natuurlijk ook dat dat geen slijmvideo was, maar... Oh, ik dacht dat die stretch hier was. Maar fijn. Ja, meestal moet je ook zien dat je niet te veel lenzenvloeistof toevoegt, dat dat niet unstretchy wordt. Want ja, het is nog altijd slijm, hè. Allee, oh. Slijm dat aan mijn handen blijft plakken. Dat vind ik niet leuk. Ook wel dat het helpt is om lenzenvloeistof aan je handen te doen. Dat iets minder hard blijft plakken. Ik heb deze t-shirt aan omdat ik dus blauw wou maken. Ik ga even deze oud blauw doen. Ik weet wel dat als je dat op je handen krijgt, dat er niet rap af krijgt. Ik ga niet al te veel doen, want ik kan me herinneren dat dat redelijk geconcentreerd was. Ik wil zo'n babyblauwe slijm maken. Oh ja, het blauw komt erdoor. Ik denk wel dat deze te weinig is, maar... Ja, oké, dat is niet echt heel blauw, hè. Nee, ik heb mijn vinger gekregen. No.
Allee, gast, dat gaat er dus echt niet af, hè? Daarom is het handig om dat wel in een kom te doen. Dus wie heb ik smurfenhanden. Het echt al warm lijkt dat groen. Deze is wel redelijk simpel. Oh. Het plakte er bijna in. Potverdikke, dat gaan we niet doen, hè. Deze even proberen proper te maken. Disgusting. Mijn excuusie. Als mijn buren binnenkijken, gaan die echt denken van... What this girl doing? Ik vind het wel echt een mooie kleur nu. Let's clean the table, hè. Denk ook zo... Vol met dingen. Nou, misschien moet ik dat gewoon zo beetje even kruisen. Dat topje. Ik denk dat ik blij ben met de kleur. Yes, sir. De slime is a sir now. Deze geeft mij echt nostalgische gevoelens. I still got it, hè, mannetjes. Let's go. Ik kan er zelfs met touwtjes springen, als ik wil. Oh. Besef het toch zo 11 uur s'avonds. De buren moeten wij heel leuk vinden nu. Zo maakte ik vroeger altijd mijn thumbnails. Zou je zo keilang in die camera staren? Eerlijk, I'm living for this. Laat in de reacties weten wat voor slijm ik de volgende keer moet maken. Ik weet dat ik zo'n hele serie heb waarin ik slijm met eten meng. Ik heb slijm met aardbeien gemengd. Nog voor mijn obsessie met aardbeien, denk ik. Nee, ik denk dat toen al begon. Maar er zijn heel veel dingen die ik in slijm kan mengen. Zoals bijvoorbeeld Sony Angels. Als ik deze doe, gaan echt heel veel mensen boos worden, denk ik. Nee, oké, maar laat sowieso al een reactie achter. En zet in de reactie ook de hashtag Justice als je een shout-out wilt in de volgende video. En zo weet ik dat je in beeld wilt komen met je naam. Dat gaan we even terugbrengen. Weet, mijn kanaal is niet voor kleinkinderen, dus schaam je niet als je graag naar slijm kijkt. Het is gewoon satisfying. Geef toe. En ik ga jullie nu nog even wat ASMR geven. Dat was het slijm, niet ik. Waarom maakt mijn tafel zoveel lawaai? Als je een shout-out wilt, reageer met hashtag Justice. En dan krijg je een shout-out in mijn vlog van deze zondag. Dus hou dat zeker in de gaten. Een dikke merci om te kijken. Ik weet dat ik lang niet heb geüpload. Maar ik ben kei blij dat je deze tot hier hebt gekeken. Heel veel succes voor degenen die examens hebben. En dan zeg ik nu... Toedeloe! Ik zit wel ver. Oeh.